Welkom. Hey, goedenavond. Goedenavond. We nemen heel veel mensen mee. Ik weet het. De zijkant gaat ook open. Heel goed. Ja. Hallo, welkom. Hallo, ik ben Archie. Hallo. Hallo, goedenavond. Hallo, Marjane Schiermans. Goeiedag. Hallo. Marjane Schiermans. Hallo, aangenaam. Hallo. Hallo. Hi. Goedenavond, Marjane Schiermans. Yes, nog wat toe. Dit is een overval. Zo. Dat is een verrassing, hè? Dit had ik inderdaad niet verwacht. Nee. Ik bedoel, er werd me wat over verteld, maar dat ging toch op een heel andere richting dan wat hier opeens binnen staat. Ja. Kom binnen, jongens, want er zit hier nog ruimte. Paul, je hebt je hele leven gewijd aan het voorkomen van diefstallen, overvallen in letterlijke zin, maar ook in digitale zin. En daar word ik als burgemeester heel blij van, dat kun je je voorstellen. Je hebt mensen die een beroep uitoefenen omdat je toch je geld moet verdienen. Maar je hebt mensen die het doen met een enorme drive en passie. En iedereen die jouw cv kent, weet dat jij zo'n mens bent. Je bent begonnen bij de politie en een expert geworden op het gebied van security. Maar jouw ambities reikten verder en na bijna 20 jaar bij de politie begon je voor jezelf. Als veiligheidsadviseur adviseerde je organisaties en schreef en implementeerde je veiligheidsplannen. En gaandeweg specialiseerde je meer en meer in de veiligheid voor de logistieke sector. 20 jaar geleden raakte je, uiteraard niet geheel toevallig, betrokken bij TAPA, de Transport Asset Protection Association, een wereldwijde organisatie die als doel heeft diefstallen en overvallen van bijvoorbeeld vrachtwagens te beperken, onder andere door monitoring. Jij hebt jouw kennis van veiligheid, protocollen en implementatie van veiligheidsplannen, je innovatieve denkvermogen en enorm veel vrije tijd ingezet voor het schrijven van protocollen en richtlijnen. Voordat bedrijven gecertificeerd kunnen worden, moeten ze aan die richtlijnen voldoen. Papa. Een ander wapenfeit, wat je op jouw konto geschreven mag worden, is de invoering van beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtvervoer. En zonder jouw kennis en jouw inzet waren zaken als de Facility Security Standard, de Truck Security Standard en de Parking Security Standard niet ingevoerd. Hiervoor is een veiligheidsniveau in de supply chain industrie, waardoor de risico's tot een minimum beperkt worden. En ik hoef daarbij natuurlijk niet te vertellen dat de bedrijven dit enorm veel geld scheelt. Bovendien zit er ook een menselijk aspect aan. Moet toch een stuk fijner werken als je een veilige werkplek hebt. En het mooie is, TAPA is begonnen op Schiphol met 5 mensen. En inmiddels is het een wereldwijde organisatie met meer dan 500 leden. En die kunnen op jou rekenen, Paul. Je bent letterlijk de wereld over geweest om vergaderingen bij te wonen, voorlichtingen, trainingen te geven. Niet alleen aan TAPA, maar ook aan overheden zoals de douane. En als je dit nou zo allemaal hoort, en ik las dat zo, dan dacht ik, ja, maar dat is jouw baan. Maar dat is het dus niet. Nee, want je bent gewoon, hebt een gewone baan bij Philips, waar je natuurlijk ook bij de security, onder andere security en de supply chain, bezighoudt. Beste Paul, het ging bij jou nooit alleen over werk. Veel mensen die je afgelopen jaren beroepsmatig bent tegengekomen, zijn goede en trouwe vrienden van je geworden, tot op de dag van vandaag. Al die mensen die moeten mij schrijven waarom ze het zo belangrijk vinden dat ik bij jou op bezoek kom. En dat zijn zoveel warme en hartelijke woorden die over jou geschreven worden. Je bent een echte familieman. Je huis en hart stel je altijd open voor je naasten. Letterlijk, want je hebt familie en een goede vriend een veilige thuis geboden toen zij dat nodig hadden. Paul, je hebt met TAPA iets bijzonders, iets groots neergezet. En dat niet alleen, je hebt mensen van over de hele wereld je kennis en je vriendschap gegeven. En je hebt je naasten, toen zij dat nodig hadden, een veilige haven geboden. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander daarom behaagd jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Fantastisch. Zo. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd.
Maar omdat het zo bijzonder is, hebben wij onze eigen muziek meegenomen. En er wordt een aubade eerst aan je voor je gehouden. Voordat we overgaan tot foto's en felicitaties. En daarvoor is Laura. Gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning u behagen, u te eren voor uw werk, groot of klein, en dan is het heel bijzonder vanaf nu onderscheiden te zijn. Transportbeveiliging is hier een specialiteit. Kennis wordt overgedragen, het liefst wereldwijd. Als lid van de werkgroep en voorzitter altijd getoond. Het harde werken wordt daarom vandaag nu beloond. Burgemeester Schuurmans komt langs. Oh, dat is toch een eer, een koninklijk tintje, een lintje hier in de Haarlemmermeer. In de polder van Noord-Holland schijnt het licht speciaal op u deze keer als bijzonder bewoner van de gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning nu behagen u te eren voor uw werk, groot of klein, en dan is het heel bijzonder vanaf nu onderscheiden te zijn. La 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 la. En gefeliciteerd. Ja, dank u. Nou weet ik niet of het genoeg is, maar in hele kleine stukjes. Oh, gelukkig. Van harte gefeliciteerd. En ik zou het leuk vinden om met z'n drieën zo even een foto te maken. Ja, uitstekend. Mag dat? Uitstekend. Komt u erbij staan? Ik weet niet, alle aandacht gaat in de taart nu. Ja, is een mooi taart. Ja, een beetje voor de bank. Met alle mensen erachter. Ja, hartstikke. Deze kan ik kijken ook. Ja. Dank je.